De Mol, ja, Hollandia gevoetbald. Nu weer terug bij Grasshoppers. En wat vond je van deze wedstrijd? Ik vond van deze wedstrijd, nou, zoals ik net begon, na zondag hebben we een wat matige eerste helft laten zien en een sterke tweede helft. Dus we hadden met elkaar afgesproken om door te gaan op de tweede helft. Dat ging op zich het eerste kwartier wel redelijk. We zaten er kort genoeg op. Na dat kwartier raakten we grip een beetje kwijt, vooral op het middenveld. We lieten forward, die kon wat meer hun actie maken. Eigenlijk ieder moment die bij afslaat bij hun aanval, tenminste veel momenten, zijn met een lange bal eroverheen erg gevaarlijk geweest, omdat ze veel snelheid hadden. Dat houden we eigenlijk redelijk aan de buitenkant, waardoor het niet heel gevaarlijk werd tot één keer na. De bal wordt eigenlijk van de tweede paal teruggekopt. De keeper zit er nog net aan en ze lopen hem binnen. Ja, dat is zuur op dat moment. We vonden zelf dat het niet hoefde op dat moment. Met rust 1-0. En wat wordt er dan in de kleedkamer gezegd door de trainer? De kleedkamer is eigenlijk vrij rustig. De trainer die zegt dat we toch weer wat meer pit in die wedstrijd moeten brengen zoals we in het begin het veld op gingen. Nou, ik moet zeggen dat dat ging ook. We worden nog een aantal keer gevaarlijk. Vooral via links Jim Roodhoff die de back een paar keer toch voorbij komt en hem teruglegt. Alleen ja, we schieten hem eigenlijk over. Of het balletje wordt nog van de lijn gepakt. Met het schot van Jesse Limmer. Dwing je dat geluk dan af als tegenstander? Ja, dat benoemen is lastig natuurlijk. Hij valt gewoon niet. En daarmee is het eigenlijk al wel gezegd. Lekker is het door de weekse avond en dan met 3 punten naar huis gaan. Ja, ja, genieten denk ik. We spelen 3 wedstrijden, hè, wat ik al zei. West-Friese, Medeblik, Grasshoppers. En dat zijn eigenlijk wedstrijden die je moet winnen om de aansluiting te pakken naar boven. En ja, we staan erbij. Ja, je bent nou een topploeg. Ja, we zijn nog geen topploeg. Hè. We staan 4e op doelsaldo. En wat je ziet is dat we nog wel veel moeten leren. Maar vandaag zie je dat een hele hoop jonge jongens spelen. Een aantal jongens debuteren vandaag zelfs. En dan win je even goed. Maar wat heb je nou geluk gehad, zeg. Want ik zei, het wordt misschien wel 1-2. Ja, ik was er ook bang voor, eerlijk gezegd. En zeker dat we nog een minuutje of 10 extra doorgingen. Maar wat je dan wel hebt, is dat je ook een paar keer goed eruit komt. Ik moet zeggen dat de wat oudere jongens nemen ook echt het voortouw. Of de ervaren jongens, hè. Maar de kern van je verdediging gaat eruit. Giel? Giel is fantastisch. Die pakt zijn hamstring, was al wat geblesseerd hoor. Ja. Dus we wisten dat met risico namen om te starten met hem. Die valt uit en Patrick Tap speelde denk ik de beste man van het veld. Ja. Totdat hij uitviel. Dus dat was heel jammer. Maar ja, dan zie je wel dat de belasting is zwaar voor jonge gasten allemaal. Maar Joost, wat een snelheid, Joost Rutenburg. Ja, is toch fantastisch? Ja, en dan wordt hij weg en dan wordt hij afgevlaagd terwijl hij eigenlijk een goal op kan zetten. Ja, maar je weet hoe dat gaat. Maar kijk, ik moet zeggen dat als je kijkt naar de ploegen, Mario Hof speelt linksback vandaag. En die afgelopen week debuteert hij. En als je ziet hoe hij speelt, is dat prachtig. Luc Kramer valt in, ervaren jongen. Hij is 25, hè? Dat noemen we ervaren tegenwoordig. Die doet dat ook fantastisch. En als je dan kijkt ook naar de keeper, Dex Hoed. Dus de keeper van onder 23, jongen. Ja, die doet het ook goed. Dus ik ben heel trots op de mannen. En dat mogen ze ook onszelf zijn. En nu moeten we doortrekken. Gefeliciteerd. Dankjewel, Bert.